Dames en heren, ik heb de tweelingzus van Romy gevonden. Hoe kom je eigenlijk aan Monstertube? Op de naam Monstertube? Ja. Oh, Monsterdad heeft ruzie. Monsterdad heeft ruzie op circuit. Kijk even waar je terecht komt hier. 3, 2, 1, boom! Make-up op je hoofd. Beetje hoofd op je make-up bedoel ik. Vandaag gaan we met de Raptor Anus naar Japfest toe. En gelukkig is het heel rustig op de weg. Het is pokkendruk, dames en heren. We zitten nu momenteel in de file en we zijn bijna binnen. Dit wordt echt een dikke dag, dames en heren. Hier achter mij ook allemaal dikke Supra's daarachter. Dikke gunshots, jongen, mot. Prachtig deze auto's allemaal, jongens. Poh. Allemaal Japanners hier. Echt mooie dikke wagens, jongens. Niet normaal. Een Nissan Skyline, dames en heren. Tune in. Sommige ouders hebben een pijp eronder. Dat is echt gewoon waar je u tegen zijn, niet normaal. Check die dan, gas. Hij gaat hem knallen. Kom op, hij gaat zo, hé, joh. Oh, I love it and I hate it at the same time. Oh, gele auto. Je ziet hier ook allemaal Japanse auto's. En wij zijn de enige Amerikaanse auto hier. Volgens mij hebben wij de verkeerde lijn gepakt. Dikke RS6 daar ook. Zo. Jongens, dit is die beroemde tunnel waar hier al die carspotting. Al die carspotting wordt gedaan. Ja, super goed, joh. Ik weet niet wie schreeuwt, maar help voor meeting. Nou, dames en heren, we zijn aangekomen. Er komt de Raptor aan. Het is echt onmogelijk om hier een bocht uiteindelijk helemaal te krijgen. Maar we hebben hem officieel gekregen. En ja, het is bruut, jongen. Dames en heren, ik heb eigenlijk nog helemaal niet verteld waar wij momenteel zijn. Maar we zijn bij Japfest. Dat is een ziek evenement georganiseerd door 402 Automotive. Ja, kijk dan even. Dus het doel van vandaag is dat er alleen maar jappers komen vandaag. Dat is allemaal Japanse auto's. Toyota, Hyundai, Nissan Skyline, Supra, GTR 35, Suning. Ruud, jongen, dat geluid. Dames en heren, we gaan net zoals vorige keer eigenlijk proberen om naar de baan toe te gaan. Oh, wat prachtig, jongens. Zo, hey, kijk dan even hoe ziek, gast. Oi. Het lijkt eraan is dat je hier gewoon van de binnenkant kan gaan kijken, jongen. Dat is zo bruut, gast. Oh, dikke Supra. Zo. Jongens, kijk wat hier voor een zieke Hyundai aankomst. Echt bruut, jongen. Kijk, ik ben niet heel bekend in de Japanse merk. Wat wil jij nog? Gewoon een BMW, dat is niet Japan. BMW is niet Japans, nee. Weet jij uit welk land BMW komt? Duitsland. Dames en heren, kijk even hoe druk het al aan het worden is. Het is momenteel pas 10 uur 's ochtends nog. Dus ik ben nu wel eindelijk een keer op tijd. Want ik had verwacht, net als vorige keer, dat er een zieke file zou komen. Maar het zit steeds meer op te vullen. Tot helemaal daarachter. Mensen blijven hier zelfs overnachten. Ja, bruut, jongen. Wauw. Kijk die pijp hieronder, gast. Wat een unit, jongen. Niet normaal, gast. Deze is ziek omgebouwd, jongen. Müller. Echt zo'n Duitse naam, jongen. Dames en heren, we gaan nu naar pitbox 4. Daar ga ik even gasten ontmoeten die ik vorige keer ook niet had ontmoet. Maar dat is de echte, dat is de complete maker van het hele zieke event. Dat is Stijn. Die moet wel even credits hebben, want die heeft het helemaal gefixt en alles. Daarmee kunnen we ook op paddock en alles gaan, dus dat is heel chill. Oh, je ziet ook dat carbon fiber hier er gewoon opgesmeerd zijn. Heerlijk dit, gast. Er mooi in verwerkt. Tjoe, nee. Iemand zag mij en die noemen me meteen Ginger. Zijn jullie zo Ginger? Wat ben je toch ook? Wat ben je? Mooi hoor. Mooie spoiler hoor. Een hele mooie spoiler. Ik zat tegen die kerel te praten, maar hij was Frans. Stijn, hoe gaat ie? Lekker man. Lekker. Nou, dames en heren, Stijn zie ik nu eindelijk. Maar echt credits naar jou, dat is zo'n dik event er weer. Ja, doe niet alleen, hè. Doe het met 402 samen. Ja, daarom. Echt goed, jongens. Het zijn mooie raps die erop zitten, jongen. Ja, dit is hem dan. Maar hij is niet van mij, hij is van mijn vader. Ja, ja. Wat is hier Japans aan? Let op, hè, let op. Japans vering. Japans. Japans vering. Laat jou een mooie rap zien, want je hebt een zieke... Even daar. Je hebt een zieke... Helemaal daar. Ja, dit is een dubbele vlog door elkaar heen. Ja, nee, dat is toch. Schappig, joh, hè. Is toch wel een prachtding, zeg. Ja. Zo, hé. Bruut, jongen. Kijk dan even hoe bruut dit is, jongen. Dit bakbeest. En zet daar een straightpipe op, of... Hij is wel straightpipe, ja. Jij geeft de grootste vlammen van heel Nederland.
Nederland die hebben gezien? Ja, niet alleen ik, maar ik ben wel het voorbeeld. Ja, we gaan dinsdag voor de eindbijbaan passen. Ja? Zo, ja. So, nog harder joh. En je hebt hem dus te rijk afgesteld ook. Dus. Het is een EcoCheck tune en dat is zeg maar een ECU-computer die naast je originele computer zit. Ja. En daar kun je dus alles mee uitlezen, kun je alles mee instellen. Maar dus ook inderdaad plezier toevoegen, Godzilla-modus, Pops & Bang. Toch, ga je zo'n circuit rijden of dan niet? Nee, we doen wel een, na de display doen we wel even een rondje. En wij doen een ref battle voor het publiek, dus we allemaal geen ref bij elkaar. Dan gaan we allemaal zo hard mogelijk vlammen. Gaan we ook nog doen. Oei, 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 oei. Nou, dames en heren, hier komen straks de ziekste vlammen ooit uit. Ik zou zeggen, stay tuned voor dat. Dat gaat echt ziek worden, gast. Zo, we hebben hier een hele camera setup. We gaan een interview doen met... Met Brakawagi. Brakawagi. Waar gaat het interview over? Wat jouw droomauto is. Ja? Die weet jij toch? Jij weet het niet, maat. Maat. Wat rij je nu? Ik ga je... Wat? Ik rijd op brommers film nu, man. Brommer? Ja. Geen auto? Ja, ben ik wel voor aan het sparen, maar... Maar heb je een rijbewijs? Ja, maar die wordt waarschijnlijk ingenomen. Dus... Die wordt ingenomen? Ja. Wat heb je gedaan? Te veel met politie, achtervolgingen, weet je, maar dat komt wel goed. Naast auto's vind ik camera's systemen ook zo mooi hoor. En daar zag ik ook een ND-filter op. Carbon fiber kap eroverheen. Ja, een auto van thema's. Daar ja. Ik kom Steina met de Vespa. Rommelvlog op het circuit. En Riva. En Riva. Prachtig tuning. Zo, een dikke motor met een achterbrug gras. Bruut jongen. Dames en heren, kijk even waar je terecht komt hier. We zijn nu echt bij de binnenkant. We mogen straks het circuit opgaan. Hier hebben we een ram staan. Mooi ding. Kijk even van een prachtig uitzicht hier jongens. Niet normaal. Gast. We moeten met z'n allen onder een hesje omgaan. Yo mensen, we staan hier. Kijk even deze auto. Sorry, je mag zo weer verder. Oh, deze kleur jongens. Ziek gast. Wat een shout-out naar de mensen dat we gewoon even een circuit op mogen om te filmen. Zo bruut gast. Check dit dan jongen. Zo hé. Hey. Wie denk je dat gaat winnen de eerste race? Die Swift. Ik heb het idee. Die is hard jongen. Zeg eens, welke gaat winnen? Honda. 2000. De Honda. We gaan even stiekem een stukje verder lopen. Want ja jongens, ik wil even daar filmen. Dan kun je zien hoeveel mensen er hier zijn. Jeetje gast. Er is dus een regel, je mag niet voorbij die witte vlak, je moet op het groene blijven. Wow, yo. Ik blijf echt voor altijd de carspotter, jongens, dat is echt niet normaal. Nou, wie gooit er een reffie? Niemand gooit een ref. Zo, kijk dan, die hele line-up gaat daar te starten en dan daar gaan ze uiteindelijk racen. En dan gaan we kijken wie er als snelste is. Nou, ik ben benieuwd. We are spotted in Karen is een natural habitat. Dames en heren, er wordt nu een drag race gedaan tussen de Nissan en de Salita. Welk gaat winnen? Ik denk die blauwe, die ziet er meer gestroomlijnd uit. Ziet er sneller uit. De zwarte, maar ik denk dat deze gaat winnen, man. Nee, sowieso die zwarte. Oh, als ik gelijk heb, jongen. Oh, zo, hey. Zo, hey, bruut, jongen. Ja. Ja. Oh, hier komt de volgende. Jongens, kijk dan even wat hier voor dikke bad boys aankomen. Holy tietengast. Deze is bruut, jongen. Ja, foute start. Zo! Jongens, ik ben nog half doof aan het worden, maar dit is echt... Ook altijd als ik hier bijvoorbeeld had oordopjes mee, maar nou dan ben ik gewoon dood. Holy tietengast, dit is niet normaal. Ja jongens, verleng de achterbrug. Dit wordt leuk jongens. Oh, kijk hoe lijf was. 3, 2, 1, boem. Met hart ook. Ik heb oorpijn. Dames en heren, dit is die Paul Walker Nissan Skyline. Kijk wat een prachtding dit is jongen. Zo, hey. Niet normaal gast. Gruwelijk. Jij weet het, hoeveel is je auto waard? Nou, blijkbaar kom ik zelf ook net achter. Meer dan 5 ton. Meer dan 5 ton? Want die doen een heel speciaal bedrijf in Japan is getuned. Ja. Hij heeft een RB30 blok. Dat betekent dat hij een 3.0 heeft, waar alle andere Skylines een 2.6 hebben. Nou, we gaan eindelijk eten, of niet monster? Helemaal niks gegeten. Maar je stond zag Rijn helemaal rauw van. Maar Jos Brinkie. Maar van hamburgers, speciaal. Dames en heren, ik heb de tweelingzus van Romy gevonden. En wat was jouw naam? Bente. Bente. Ik zag jou lopen en je leek zo erg op Romy. Kleding, alles. Ziet er wel lekker. En ze zijn allebei roodhagen. Oh, dan lijk je direct op elkaar. Ja, dan lijk je gelijk op elkaar. Allebei leren jassen. Ja, allebei leren jassen aan. Dat is grappig, joh. Dat is echt geweldig. Maar ja, wees blij, allebei hele mooie dames. Dus dat is mooi. Ik zag daar lopen en ik dacht eerst dat Romy was. Maar dit was zo grappig, joh. Ja, want jullie kunnen koken, hè, filmen. Zie je daar stiekem filmen. Oh, mijn god, Monster Dad heeft ruzie. Monster Dad heeft ruzie op zijn.
koffie. Vader heeft ruzie gemaakt. Het gaat wel dicht met buik aan. Dat kun je wel hebben, joh. Dames en heren, er worden nu momenteel races gedaan. Ik heb mijn broodje vriend nog steeds niet op. Die heb ik aan Monster gegeven, die schaaskop. Hier komen de races aan. Dit is zo dik om te zien. Kom hier dadelijk de bocht om. Dat is hartstikke leuk om te zien. Ja, dat is vet, jongen hier. Daar komen ze aan, dames en heren. Ik zou zeggen, abonneer zeker om bij de Monster Gang door en meer van dit soort gekke shit mee te maken. Zo, hey. Het is zo bruut, jongen. Niet, dat kan ik niet beschrijven. Echt. Hoor ik die dan? Zo. Die leek op de Turismo van GTA 5. Zieke bumbe. Oh, deze spoiler, gast. Geweldig, joh. I love it. Met zo'n mooie autocollectie. Allemaal Japanners hier. Dit automodel heeft altijd zo'n mond eronder, vind ik. Dat is echt een dik merk, joh. Hè? Dames en heren, er is hier achter mij iets gaande. Alle auto's gaan nu opstarten. Er komt een hour of power aan. Het uur van de power. Er komt een rap battle aan met alle Japanse auto's. Super bruut. Dus ik ben benieuwd, dames en heren. Zo, hé. Kijk, deze verlengde achteras, joh. Bruut, jongen. Zo, hé. Ik ben al zo dik, jongen. Zo'n verlengde achteras en alles. Dit ben jij nou weer mooi. Mooi, hè, dit? Oh, dit is gruwelijk, jongen. Check even wat een unit, jongen. Baba. Zo, hé. Gekke huis. Gruwelijk, jongen. Dit is zo bruut, gast. Gewoon op die band. Ja, dat moet gewoon op. Mooi, joh. Mooi, joh, 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 joh. Holy f***, ouwe. Dit is wel echt iets, dat kan ik zo waarderen om dit gewoon mee te maken. En ook door jullie strijden. Dit is een held, dames en heren. Dat is de reden waarom ik jullie ook meeneem in dit soort video's. Echt zo ziek, gast. Kijk, nou, dan gaan ze allebei beginnen. Een dual burn-out. Hoi, hoi, hoi. Zo, hé. Echt, gooi de deur open, joh. Dan komt gewoon al dat stoom naar binnen. Oké, okay, hier begint de hele line-up tot helemaal daarachter. En ze gaan eigenlijk zo meteen gaan ze met z'n allen ziek hard racen over deze circuit heen. Jongens, ik ben even helemaal achter in de line-up gegaan. Kijk dan even hier, Marlboro, Fast and Furious auto. Super bruut, gast. Het is een mooie rap, dit. Prachtige rap. Zo, hey, kijk wat een brute wagen dit is, joh. GTR Skyline 34. Bruut, joh. Moet die pijp hier ook eens zien. Komt er geluid uit, joh. Zo, dat is niet normaal. Je hoort letterlijk die knal als die komt. Je hoort het gewoon in je hart pompen, gewoon zo hard. Dat is niet normaal, jongen. Jongens, sorry als deze vlog een beetje chaos overkomt. Oh, die uitlaatkleur ook, jongen. Mooi. Wingardium Leviosa. Er staan al die auto's in een line-up. En dan heb je hier zeg maar dat hele publiek. Dat is ook zo bruut, jongen. Dat gaat helemaal tot daarachter door. Wat een helden hier allemaal, hè. Het is ook echt een leuke community. Want iedereen houdt hier van auto's. Dat is leuk ook. Ja, dat is echt. Afgeracht hier, jongen. Je hebt hier zelfs groene bandensporen. Wauw, wauw, wauw. Prachtig, jongen. Heb ik met de brommer gedaan. Burnout. We hebben hier een vraag van de kijker. Zeg het eens. Ja. Hoe kom je eigenlijk aan Monster Tube? Op de naam Monster Tube? Ja. Dan moet je Monster Dad voor vragen. Oh, jongen, wij waren een keer een blikje Monster Energy aan het drinken. We waren aan brainstormen. Wat moet zijn nieuwe naam worden? En toen zei ik dat blikje. Zeg, weet je wat het moet worden? Monster Tube. Die Monster Energy, Monster Tube. Ja, dus wij waren... Ja, ik was zo lang, 2 jaar aan het verzinnen een nieuwe naam. Mijn vader dronk een keertje Monster Energy blikje en hij kwam ermee Monster Tube. En het klonk gewoon zo lekker. Gewoon ineens tune. Ja. Ja, goed uit vraag. Help. Hey. Dit is de auto van Royalistic. Hier zit gewoon Royalistic in, gast. Dat is de auto van Royalistic. Is dat Royalistic in? Mooi, hè. Is dat Royalistic in? Dames en heren, we zijn nu bij een heel dik onderdeel aangekomen en dat is... Dit is letterlijk gassen totdat je auto kapot is. Zo, hey! Ga er
alles één keer gewoon doorheen lopen. Slecht voor je ademhaling, hè? Adem in. Maar slecht voor je ademhaling, hè, al dat rubber. Oh, hoi. Aangenaam, Doran. Ja, zeg een morgen auto. 1.3 rotary engine. Jongens, geef hem even een applaus, hoeveel die van die auto's allemaal weet. Geef hem een applaus. Ja, goed zo. Het is echt slim, hoor. Goed zo. Ik weet niet wat ik moet zeggen, man. En jouw content. Jij hebt echt altijd voor content, man. Ik geniet van jou. Het laatste onderdeel van vandaag, dames en heren. We staan hier bij de echte Fast and Furious auto. En het is geniaal, want ze hebben ook Los Angeles kenteken, alles. En nog heel dik. Chloe! Nu ben je echt zo'n high class die in zo'n cabrio rijdt. Hey, je hebt geen recht als je... Weet je Fast and Furious? Was dat dan? Oh, goed zo. Noem één acteur. Oh, deze komt bijvoorbeeld uit Florida. Hier, dames en heren, staat de handtekening van Paul Walker. Prachtig. Tuning. Dit is echt goed. Dit is mooi, hoor. Zo, dames en heren. Hier zitten we dan weer in de Raptor Anus. Oh, helemaal kapot na zo'n dag. We hebben een tussenstop gemaakt en zijn aangekomen bij de Vebo. Je hebt daar een McDonald's en hier een Vebo. En leuk is, ik ben nog nooit bij een Vebo geweest. Ik heb er ook nog nooit van gehoord. We gaan het even checken. Sta je bij de Vebo? Doe mij maar een Big Mac. jij komt echt uit je winterslaap, jongen. Echt een meme, jij. Sorry. Heel simpel dit. Ik heb gek ding, joh. Mijn eten wordt weggepakt. Dit is geen hamburger. Oh, leuk. Eet review. Even kijken wat dit is, hoor. Eén hap en het is al op. Het is niet zo vies. Nee, nou. Sweet Home Alabama. Dames en heren, moet je even kijken. Ik ben helemaal verbrand. Dus er zit een complete lens voor mijn muil. Ja, dat vergeet ik zo. Maar kijk even. Gast, hè? Wat in mijn leven? Hoezo in jouw leven? Ik ben toch altijd verbrand. Voor je scooter? De Kim Cosento. Hier komt de Kim Cosento met een rode dakduif naar buiten. Waar wil jij jouw tuning cookie stickers op gaan zetten op de Kim Cosento? Mevrouw, leer eens dat ding op een standaard eerst te zetten. Anders mag je mijn brommert niet gebruiken. Nee, je moet hem echt op die... Ik heb nu geen zin in. Oh, wat een lange dag heb jij gehad. Ja. Leuke fun. Ik ben Tinker Ginger genoemd daar. Dan kwamen de kinderen heel blij naar me toe. Hey, je bent Romy toch? Ja, Ginger. Ik vind het ook niet zo mooi op dat ding. Ik vind het ook niet zo mooi. Ja. Ja, maar ik vind het niet... Oh. Ik... Oh. De volgende... Ja. Ja, die is leuk, joh. Hè. Hey. Mevrouw heeft Cookie toch van daar naar hier verplaatst. Zo, dames en heren. Kijk eens aan. De pitbike. We gaan even lekker crossen. Oké, ik hoop echt niet dat ik flikker. Want ik heb een nieuwe broek aan en alles. En er zit al een olievlek op. Die boy. Maar we gaan even wat wheelies doen, dames en heren. Dat is altijd leuk om even lekker de vlog mee af te sluiten of mee te beginnen. Dat gaan we even doen. Oké, hier komt ie. 3, 2, 1. Is wel moeilijk op een pitbike. Mooi, oh, joh. Dames en heren, kijk dan ook even die sunrise daar. Maar dames en heren, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker om Animal Onze Kijk te horen. Zou ik heel erg waarderen en meer van dit soort gekke shit mee te maken. Want de dag zoals vandaag is al nooit vergeten, dames en heren. En strijders, ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Bye bye.